Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ik ben vandaag met typisch Joost. Joost. Ben ik op Skype. En we gaan vandaag een podcastje doen over... eigenlijk over van alles wil ik het eigenlijk hebben. Ik wil het eigenlijk over pretparken hebben. Maar ik wil het eigenlijk ook... dadelijk, dat doen we als laatste eventjes, wil ik het eigenlijk ook even over Feyenoord hebben eigenlijk, want corona treft ons allemaal. En ook Feyenoord heeft corona in zijn greep gehad. We hebben natuurlijk halverwege de competitie, of na driekwart van de competitie, zijn we ermee opgehouden en het gaat niet meer door. En de competitie is ten einde. Driekwart van de competitie dus gespeeld en dit is de eindstand. We missen dus dit jaar Feyenoord Ajax, geen Feyenoord Ajax. Ik had het met mijn baas van mijn werk, had ik het erover. Ik zeg nou, ik had liever Feyenoord Fortuna Sittard en Feyenoord Heracles of zoiets, had ik liever ingereld. Die had ik liever deze competitie gemist dan de klassieker. Ja. Want het was wel heel erg jammer dat Feyenoord Ajax dit seizoen niet geweest is. Ja, die wedstrijd die had eigenlijk al heel snel gespeeld geweest. Maar dat was ongeveer een week of twee voordat de competitie stopte vanwege coronavirus. En we gaan dus in deze podcast gaan we dus ook hebben over Feyenoord. En we gaan het in deze podcast het vooral ook hebben over, ik moet alles zeggen gelijk, corona. Ja, daar gaan we het ook over hebben, ja. Over pretparken. Ja, pretparken, Efteling. De Efteling vooral. Het is eigenlijk zo dat het niet alleen over corona gaat. Ik hoorde ook, Ruben Koete aanhanger ben ik best wel. Joost ook. Joost die kijkt ook echt bijna alles van Ruben Koet. Ja, ja. En ik wou het ook over hebben over de... ik hoorde over de Efteling abonnementen. Dat binnenkort gaat waarschijnlijk misschien. Ik weet het niet zeker. Maar het was in de video van Ruben Koet... was er te horen dat de Efteling abonnementen waarschijnlijk waar was het nou, dat andere park? Europa Park. Dacht ik. Daar waren de abonnementen al niet meer te krijgen. Daar stoppen ze dus met abonnementen. Omdat, van onze... Ja, dat is... soort mensen moeten ze niet hebben meer in pretparken. Wij zijn te lastig in pretparken. Nee, aan ons verdienen ze niet veel. Wij hebben ons eigen eten bij ons, ons eigen drinken bij ons. Het enige wat wij doen is een beetje zorgen dat de Efteling in een goed blaadje komt door een leuke vlog op te nemen in de Efteling. Ja. Heel erg positief. Ja, ik praat bijna. Ja, er zijn andere sites die doen het wel. Ik heb nog nooit echt iets één ding kritisch gehad of zo. Leg het aan mij of leg het aan iemand anders. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik heb tot nu toe nog nooit een negatieve ervaring gehad in Efteling. Ja, één keertje, maar dat was met iemand... Ja. Ik weet niet meer wie dat was. Maar ik ook niet. Ik zou niet meer weten wie dat was. Ik ken dat persoon niet. Maar dat was buiten onze schuld om. Dus. Maar dat was buiten onze schuld om. Dat is eigenlijk de enige aanvaring die wij gehad hebben met Efteling. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit gezeik gehad met de Efteling. Mooi. Heel vrolijk. Ik weet nog wel, de allerlaatste vlog die wij opgenomen hebben in de Efteling. Bij de Fata Morgana was dat. Oh ja, toch, met die medewerkers. Met die medewerker die helemaal liep te dansen. En toen was ik al aan het filmen. En toen zei ik van, moet je eens kijken, dit. En toen draaide ik de camera om. En ik heb ook wel eens gehoord dat medewerkers nogal een beetje... acuut allergisch worden van het opnemen van medewerkers in het park of zo. Deze die ging gewoon uitgebreid dansen zitten doen. En het was eigenlijk heel gezellig eigenlijk.
Hij pakte het heel leuk, pakte hij het op. En hij liep gewoon expres, deed hij nog een extra dansie om het op camera te hebben. En ja, toen zei ik ook van ja, dit is echt typisch Eftelings gewoon. Dit is gewoon de humor, de lol, de vriendelijkheid, de vrolijkheid. Ja. Ja, niet bij iedereen, want er zijn ook wel een heleboel Efteling gasten. Ja, dat is niet echt de vrolijkheid. Maar over het algemeen staat de Efteling staat gewoon voor een vlucht. Zo. Een heleboel mensen die zijn nogal een beetje, ja, af en toe wel eens vervelend. Maar qua medewerkers op het park, ik heb nog nooit eigenlijk één onvertogen woord gehad over de Efteling medewerkers in het park eigenlijk. Mooi. Nog nooit mensen achter ons aangehaald of een ruzie gehad met personeel. Nee, maar als je gewoon jezelf gedraagt. Ja, dat is ook zo. Kijk, het is ook een beetje hoe je jezelf... en hoe je jezelf in zo'n park bent en doet en qua dingen doen, zeg maar. Dus geen veroordeling of zo naar anderen of zo, maar misschien gaan we dat wel eens een keer meemaken, maar tot nu toe nog nooit meegemaakt in de Efteling, gekke dingen of zo. Het enige wat ik wel eens meegemaakt heb qua asociale of vervelende golven medewerkers in het park, dat was een duinrel. Op een gegeven moment, die video die staat ook nog online. Maar volgens mij is die video helemaal geknipt, want daar stond jij in. Terwijl het was net volgens mij in die periode dat we ruzie hadden. Dus volgens mij heb ik jou helemaal weggeknipt toen die video. Duinrel, dat was toch toen met Vincent en Tessa? Ja, ja. Maar dat was voor nog... Ja, maar die video staat wel online. Die video heb ik wel een keer in archief heb ik die een keer online gezet op dit kanaal. Dus wil je die video nog eens een keer terugkijken, dan kan je terugkijken. Tiki Bad hebben we toen niet gefilmd. Nee. Maar dat was echt chagrijnig. Vervelend. Asociaal personeel was dat echt. Ik ben in totaal een stuk of drie medewerkers tegengekomen. Nou, liepen er echt twee of drie liepen er met zo'n gezicht van nou, ik loop hier, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om hier in Tiki Bad te lopen. Ja, wat doe je dan? Vorig jaar, toen was ik met Kevin was ik toen. Nou. Toen hadden we, hoe heet dat, op een gegeven moment gingen we wat eten halen bij de patat snack dinges. En kregen we patat. En Kevin die had volgens mij een kleine patat of een middelpatat had hij genomen. En nog een paar snacks erbij of zo. En toen kreeg hij geen snacks, maar toen kreeg hij gewoon een driedubbel portie patat kreeg hij. En drinken kreeg hij. Oh ja, en drinken wat hij niet had omgevraagd had. En, sorry. En het was een man die... het was een man eigenlijk... Ja, echt. Oh, dat kan echt niet. Het was echt een man, echt waar, die zat echt... Ik weet niet meer, ja, ik weet niet wat hij gedaan had. Ik weet ook niet meer waar het was. Volgens mij was het bij zijn snoer. Ik weet het in ieder geval niet meer. Maar hij had ergens had hij een wond had hij. En er kwam gewoon echt letterlijk van de rotzooi kwam eruit. En dat kon je gewoon zien. Het was gewoon echt open puik was het. En die man stond gewoon even vrolijk even patat. Lekker hygiënisch. Ja. Dat is het enige wat ik in Duinrel meegemaakt heb. Maar voor de rest in andere parken. Ja, Toverland eigenlijk ook niet. Oh, dan ben je niet vorig jaar niet mee geweest. Maar toen had ik familie. Ja. Ja, toen was jij er ook niet.
Ja, toen was het eigenlijk ook wel best wel vrolijk personeel. In Toverland ben ik nu één keer geweest met Kevin. En ja, eigenlijk helemaal geen ongetoverde woord of zo. We hebben niet echt personeel of zo. Ik vond ook niet echt dat je daar veel met in. Weet dat? Ik vond ook niet echt dat je veel in Toverland met personeel in aanraking kwam, vond ik. Nee, man. Ik vond het echt heel weinig. In de Efteling zie je meer personeel lopen, ook gewoon als je gewoon aan het wandelen bent en je loopt door het park heen, dan zie je ook heel veel medewerkers. In Toverland heb ik gewoon echt bijna niemand gezien. Maar ja, we gingen ook toen naar Halloween en zo. En, ja, wel scare, wel scare. Scanners, die waren er zo. Dat was wel hartstikke leuk. En Plopsaland. Ja. Op zich was het ook een goeie personeel. Alleen ja, bij die achtbaan. Ja, bij jou de achtbaan. Daar waren ze niet zo vriendelijk. Nee, het was 2 minuten voor de tijd dat deze man dicht. Toen werden jullie echt letterlijk gewoon weggekeken van... Nee, hij is dicht en hij gaat niet meer open, dus het komt maar uit dat je hele Ja. Dus, ja, dat is het enigste. Maar dat lag niet aan Plops Land te plannen, dat lag meer aan die... Ja, dat lag meer aan... ja, aan één personeelslid. Ja. Kan je andere personeel weer niet van... ja, je hebt altijd de Rotterdam. Ja, die zit overal natuurlijk. Die zit overal, die zit op elk werk, ook bij ons. Die zit er wat appels tussen. Maar goed! Ja. Ja, dus. Ja, dat heb je overal. Overal heb je rotte appels zitten. Ja. Ook zijn er een heleboel maatregelen genomen om, vanwege corona. Ik heb gehoord. Wachtrijen vergroten en linten. Ik heb gehoord dat er plastic. Plexiglas. Ja, plexiglas waren. Ik heb gehoord dat er stickers op de grond geplakt worden voor de afstand te houden. Ja, of de helft dat. Ja. Dat moet uitreizen. Ja, ik ben ook benieuwd. Want stel nou weg. We gaan met z'n drieën, Kevin, jij en ik, wij gaan naar de Efteling toe. Dat heb ik ook gehoord dan. Dat je dan niet dicht bij elkaar mag staan. En zijn zelfs samenscholingsverboden schijnen er ook te hangen in het park. Ja, maar ze gaan er niet op controleren. Dat heb ik ook wel. Oh, ze gaan er niet op controleren, dat toch niet. Nee, want dat is wel heel erg. Het is in ieder geval wel zo dat als wij een attractie ingaan, dat we dan wel alleen moeten. Dus je kan dan niet bij elkaar zitten. Dus stel dat we de Piranha ingaan, zullen we allemaal een eigen bootje moeten nemen. Ja. Ja, of dan moet er genoeg afstand zijn. Zoals bij die andere bootje. Hoe heet die andere? Ja, vanaf de Morgana, dat je niet op één rij mag zitten. Ja, precies. Voor jezelf. Maar één rij tussen moet hebben, voor iedereen. Oké. Ja, want die Piranha bootjes, dat lijkt me nog wel iets... dat lijkt me nog wel een dingetje, want dat... Ik denk echt van de ene kant op de andere kant in het bootje, zeg maar. De ene stoel aan de tegenovergestelde richting van de andere stoel. Ik denk dat dat geen 1,5 meter is. Dus dan zou je echt alle drie een eigen bootje moeten hebben. Ja, dan moeten ze echt meten. Want... Ja, dat is echt wel een dingetje. Want als dat echt maar met één persoon per bootje, nou, dan kan het een lange wachtrij duren in Piranha. Maar dat is een business. Ja, dat ook. En denk ik, de wachtrij. Piranha is altijd best wel een drukke attractie. Alhoewel ze natuurlijk wel gaan kijken. Dat je moet van tevoren moet hoe heet dat? Reserveren moet dat je pas na reservatie pas
ja, dat je dan naartoe mag naar de Efteling. Want ja, het gaat per een aantal mensen gaat het. Het gaat per, wat waren het, 50 waren het of zo? Er kunnen iets van 50.000 in voor mij, normaal gesproken. Ja. Zeg maar wat hoor, even, en dat er nu iets van maximaal 5.000 in mogen. Ja, de helft van de mensen mogen erin in het park. Ja. Ja. Dus ja, dat wordt nog wel een dingetje. En dan heb ik nog, hoe zal het de eerste week gaan? 18 mei gaat die open. Dat zal natuurlijk storm lopen. Iedereen die wil naar de Efteling toe. Ja, maar de eerste twee dagen is het voor abonneehouders. Ja, pas de derde dag mag de normale mensen. Oké. Ik denk dat ze dat ook ja, die twee dagen nodig hebben om te testen. Ja, precies. Maar dat zal het denk ik. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er eigenlijk abonnement hebben eigenlijk. Ik denk dat er meer mensen een abonnement hebben dan dat de toegestaande capaciteit is voor. Ja, ik weet het niet. Ik zal het niet durven te zeggen. Want... Nee, ik denk wel dat er meer abonnementen. Meer abonneehouders zijn. Dan dat de plaatsen voor één dag gelden. Dus, het zal wel storm lopen. Je zal wel denk ik heel snel moeten reserveren dan. En vooral de eerste 2-3 dagen. Denk ik wel dat er enorm storm gaat lopen. Want iedereen wil natuurlijk als gek weer naar de Efteling toe. Dus als we zullen gaan, dan zullen we wel op tijd moeten reserveren dan, denk ik. Ja, ik zit eigenlijk toch wel te denken om weer de eerste week alweer gelijk te gaan hè, naar de Efteling. Want ja, het heeft al zo lang geduurd en ik wil natuurlijk wel eventjes het gaan filmen natuurlijk. Van ja. Hoe gaat dat nou anno 2020 in de coronacrisistijd? Hoe gaat dat? Wat hebben ze gedaan? Kijk, misschien natuurlijk allemaal wel filmen van ja, hoe ze dat hebben aangepast. Dranghekken, oh ja, dranghekken. Er staan ook heel veel schuttings stond er op loopings. Ja, klopt. Dus ja, ja, we gaan. Ja, zo'n park willen we ook open. Ja, ja. Ja, want het is toch zijn, een... Dat is, ja, elke dag dat ze gesloten zijn, dat is gewoon een ramp natuurlijk voor het park. Ja, maar... Ze zijn ja, al de hele tijd zijn ze al dicht geweest. Het is toch een bedrijf, dus. Ja, daarom. En ze hebben al natuurlijk... Dit jaar hebben ze al natuurlijk al een hele hoop verlies gedraaid. Omdat het echt zo lange tijd heb stilgelegen in de Efteling. En ook in de pretparken natuurlijk. 8 weken zijn ze dit. Ja, het is wel een ramp voor een pretpark. Is echt een ramp. In 8 weken tijd kunnen ze wel aardig wat mensen ontvangen. Dus ze hebben wel aardig wat inkomsten hebben ze in moeten leveren. Ja, ja. Ik hoorde, ja, ook, ja. Ik hoorde ook dat vorig jaar waren de bezoekersaantallen waren ook minder. Vergeleken met 2018, had ik gelezen. En ja, dit jaar zal het nog minder wezen vanwege die corona natuurlijk. Dus, ja. De laatste 2 jaar niet zo best met de Efteling qua bezoekersaantallen. Nee, maar prijzen zijn ook steeds omhoog gegaan. Dat ook. Dus dat zal ook meespelen. Ja, 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 precies. Kijk, als je gezin hebt met 4 man, ja. Ja, precies. Ja, maar dat is ook met die abonnementen, hè. Dat ze dus abonnementen waarschijnlijk in de toekomst. Dat je dus geen abonnementen meer kan kopen, maar dan moet je dus ook een keer een kaartje kopen. Want de gemiddelde pretpark, Efteling pretpark fan, die neemt natuurlijk zelf eten en drinken mee. En daar verdienen ze dus geen geld op. En het gezin wat... ja, 1 of 2 keer per jaar in de Efteling komt, die gaat nog even een restaurantje in, een snackbarretje, haalt daar nog even een hamburgertje, daar nog even een patatje. Ja, ik ben daar benieuwd naar, want heel veel
heel veel van die gezinnen, tenminste die niet zoveel geld hebben, nemen ook alles van thuis mee. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen met een laag inkomen. Ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in de zomer kijkt naar Polles Keuken, dat is tegenover Symbolica. Ja. Die is echt, met de zomer zie je echt de mensen gewoon buiten in de rij staan voor de Polles Keuken. Dus ze verdienen het er wel op, die restaurants verdienen ze wel geld. En als jij zelf eten en drinken meeneemt, in sommige parken in het buitenland mag je zelfs geen eten en drinken meenemen. Hè? Parking. Ik ben verplicht om dat daar te kopen. Plus dat ze daar dan nog eens een keer extra de prijs opgevijzeld hebben van drinken en eten. Dus dan stellen ze en een verbod stellen ze in dat je dus geen eten en drinken mee mag nemen met pretparken in. En dan hebben ze daar dus horeca gelegenheden en zo hebben ze daar zo. En daar hebben ze dan ook nog eens een keer de prijs extra omhoog geschroefd. Want ja, daar verdienen ze iets. Ja. Met extra geld mee. Ja. Dus, ja, maar als je gewoon park bent, dan komen ze toch wel. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus, maar je had het over abonneeshouders. Dat is de eerste 2-3 dagen of zo, zei jij? Voor mij de eerste 2 dagen. Oké. Okay. Ja, want in Europa Park, daar gaat hij om 29 mei. Gaat Europa Park weer open. Zouden we eigenlijk dit jaar naartoe gaan, gaat weer niet door. Vorig jaar zouden we gaan, ging het niet door. Toen hebben we afgesproken van joh, dit jaar gaat het niet door, we doen het volgend jaar. Nu is het 2020. Ja. Het gaat weer niet door, vanwege corona, sorry. Ja, dus we moeten nou weer naar 2021 moeten we het nou alweer gaan verzetten. Ja, maar dan is het nog niet zeker, hè? En dan is het nog niet zeker, dus we gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Maar 29 mei gaat Europa Park weer open. Ja. Ja. Ben je benieuwd? Ja, ik ben reuze benieuwd. Ik ben ook echt reuze benieuwd hoe ze dat gaan doen met... de hygiëne, want... Je moet dus, bij andere parken en zo had het over dat er ook van die druk dingen staan, dat je handen kan wassen en zo, weet ik volgens mij. Dat heb ik ook eens gezien bij bepaalde parken. Daar hebben ze dus echt van die handzeep dingen, hebben ze om dat je handen kan wassen. Maar als je de attractie instapt, stel jij stapt, je gaat de achtbaan in, stap in het karretje. Waar pak je dat karretje beet? Bij de beugels meestal. Juist. En die moeten ze ook schoonmaken. Ja, maar als ze dat elke keer moeten doen, dus elke keer als iemand instapt, gedaan, stappen weer uit. Dus elke keer moet dat schoongemaakt worden. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Of dat ze dat vol kunnen houden. Ja, ze moeten wel, ja. Want dat is echt duizenden keren per dag. En dat is niet alleen die beugels, hè. Ze moeten ook dat stoeltje schoonmaken. Ja, daarom. Dus ze nemen gewoon meer personeel voor die dag. Ja. Ja, want er gaat echt heel veel tijd in zitten om dat voor elkaar te krijgen. Dat, want normaal doen we 2 man die beugels controleren, zeg maar. Ja, klopt. Klopt, ja. Zijn 2 man die de beugels... dat het dicht is. Nou, misschien lopen ze dan met meer man. Ja. Met schoonmaken erbij. Ja, ja, inderdaad. Dus ja, we gaan het allemaal wel zien. Ik ben in ieder geval reuze benieuwd hoe ze dat allemaal weer gaan aanpakken en hoe ze dat allemaal gaan doen. En de tijd zal leren. We gaan in ieder geval kijken of we de eerste week naar de Efteling kunnen gaan. Misschien, ik weet nog niet of dat we wat anders kunnen doen. 16 mei gaat ook Duinruil weer lopen, weer open. Duinruil is niet zo ver weg vanaf Spijkenisse, waar ik woon, in Hellevoetsluis, waar Joost woont. Misschien gaan we ook nog wel in Duinruil kijken. Ja, misschien is dat... Misschien kunnen we
ook nog wel even een dagje Duinrol erbij nemen. Dan kunnen we daar ook eens kijken hoe het daar gaat. Het lijkt me ook wel eens leuk om in meerdere parken te kijken van ja, hoe gaan ze nou met de coronacrisis om en wat zijn er ja, hoe gaan ze met de maatregelen om? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben reuze benieuwd. We gaan in ieder geval kijken, we gaan het in ieder geval zien. En we gaan proberen zoveel mogelijk parken weer te doen. Want ja, we hebben het heel enorm gemist. En we zouden nog een heleboel pretparken dit jaar gaan doen. En ja, ook heel veel kermissen. Kermissen gaat sowieso dit jaar niet meer gebeuren, denk ik. Nou ja, als we mogen dingen, dan ja. Ik ben er bang voor in ieder geval. In ieder geval grote kermissen zoals in Den Bosch en Roosendaal en natuurlijk de allergrootste in Tilburg. Die gaan in ieder geval niet door. In Duitsland trouwens gaan de kermissen ook niet door. Dat je natuurlijk, wat was het ook weer? Een plaatsje. Düsseldorf, die gaat ook, daar hebben ze ook al aangekondigd, dat gaat ook niet door. Düsseldorf, en die schijnt nog groter te wezen dan de Tilburgse kermis. Die gaat ook niet door. Dus ja, ik vraag me heel erg af of dat de kermissen wel doorgaan. En als de kermissen open gaan, hoe willen ze dat in godsnaam gaan doen? Want ja, dan moeten ze echt met dranghekken en zo en met routes. Ja, dan krijg je één verkeersrichting. Ja, één richtingsverkeer moet dan echt dat gaan doen, want anders wordt het echt een chaos. Want kermissen, dat is al helemaal dat iedereen dwars door elkaar heen loopt en zo. Dus gaan we dat wel zien in ieder geval. Ik zou echt niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Nou, per het aantal dat er op de kermis mag komen. Ja, dat ook. Maar dan krijg je weer, hoe heet dat, buiten het kermisterrein. Misschien weer ophopingen van mensen die staan te wachten, die dan naar binnen mogen. Ja, nou, dat is het wel. Ze kunnen het om weg te sturen, ja. Ja, dus dat wordt nog wel een dingetje. Dat wordt nog wel een dingetje, wordt dat nog. Zo, en dan gaan we over op het laatste onderdeel van deze podcast. En het is dus Feyenoord. Ik zei het in het begin van de video, zei ik het al, zouden we het over Feyenoord hebben. Want ook bij Feyenoord, ja, en natuurlijk de corona hebben we daar natuurlijk gehad. En een paar wedstrijden moesten er nog heen. En dat is ja, niet meer gebeurd. Het seizoen is abrupt geëindigd. En ook waarschijnlijk geen bekerfinale, dus ja, dat is wel heel erg balen is dat natuurlijk. En we hebben natuurlijk vanuit Ajax hebben we natuurlijk gemist. En nou, er was er zelfs nog iets te doen om het geld, de compensatie. Dus, ja. Vertel jij eens het verhaal over de compensatie van Feyenoord. Het is echt lachwekkend. Nou, je kon kiezen. Dus je geld voor de fanshop. Ja. Je kon zelf voor kiezen voor droomparken. Ja, dan kreeg je dus korting op een vakantie in droomparken. En je kon zeggen van laat het geld maar zitten. Ja. Als je nou 5000 euro per maand hebt, ja, dan kan je dat zeggen. Echt. Ze maken er echt, ze hebben al jarenlang een wanbeleid bij Feyenoord. Ze maken er jarenlang maken ze er een potje van. Ze verkwanselen de ene euro naar de andere euro verkwanselen ze. En dan hebben ze, ja, dan gebeurt er zoiets ergs als corona. En dan gaan Feyenoord de misbruik maken van, want ik vind het gewoon misbruik maken van, ja, ik vind het gewoon misbruik maken van iets wat in de wereld gebeurt. Nee, ja, je weet dat het misbruik maken van een epidemie. Ja, en je weet de meeste aanhangers, ja, dat zijn hardwerkende mensen. Ja.
En ook ja, niet met de meeste loon. Nee, precies. Nou, ja, je hebt, ik heb ook geen, ik heb maar een minimum inkomen heb ik maar. En Joost ook. En dan gaan ze zeggen van joh, dat geld wat je hebt, dat was, hoeveel was het nou in totaal? 45 euro? Ja, dat is... Zoiets, hè? 45 euro was het toch? 45 euro, dat kan je dus aan droomparken, vakantie, een bon daarvoor krijgen. Dus als je op vakantie gaat naar droomparkenpark, dat je dan 45 euro korting krijgt. Of 45 euro dus in de Feyenoord Fanshop. Dus dan kan je kleding kopen en dan krijg je dus 45 euro korting. En, dan komt het alsnog bij Feyenoord uiteindelijk. Dan komt het uiteindelijk nog bij Feyenoord, maar... ja, dan gaan ze dus mensen die een minimum uitkering of een minimum loon hebben. Sommigen hebben zelfs een uitkering. Ik weet niet wel dat mensen zijn met een uitkering die een seizoenskaart hebben. Het zal best wel. Het zal best wel mensen zijn die een uitkering hebben. En die doen van hun uitkering doen ze een seizoenskaart en dan gaat... ja, met moeite en pijnlijk kunnen ze die 220 euro betalen. Ja, precies. Kunnen ze heel veel geld betalen voor een seizoenskaart. En dan krijg je maar 45 voor terug. Dat, ja. Nou ja, dat niet, maar dan, ja. Dan gaat hoe noem je dat, de fan-dinges van Feyenoord, die gaat zeggen van jongens, ga nou met z'n allen ervoor zorgen, zeg nou eventjes met z'n allen van joh, dat geld dat hoeven we niet te hebben, geef het maar aan Feyenoord. Terwijl ze zelf jarenlang hebben er een puinhoop van gemaakt. Ze willen een stadion hebben, dat als dat nieuwe stadion er komt, dat het gelijk het einde van de club is. Ja. Feyenoord City, daar moeten ze gewoon nooit aan beginnen, want het is gewoon één grote luchtbel is dat. En als Feyenoord echt doorgaat met Feyenoord City, dan is er binnenkort gewoon geen Feyenoord meer. Want het is zo'n groot risico om zo'n nieuw stadion te bouwen. Ja. En dan heb je mensen met heel weinig geld en dan moet je dus dat geld moet je ook nog afstaan aan Feyenoord. Of dat wordt in ieder geval dan beweerd dan. Schandalig, schaam je eigen dood. Ik heb ook heel veel reacties gelezen van ja, ik hoef het geld niet. Nou, dat zullen misschien allemaal mensen zijn met een hoop poen. Maar ik kan me niet voorstellen dat een hardwerkende Rotterdammer met weinig geld, dat hij zomaar even 45 euro kan missen. Nee, het is toch geld die je zelf ingestoken hebt. Kwamen ze ook nog, want dat is eigenlijk ook nog het leukste aan het hele complot, is het. Ja, de Feyenoord-spelers, die hebben ook hun salaris ingeleverd. Ja, maar die spelers van Feyenoord, die verdienen tonnen, verdienen ze per jaar. Ja. Ja, die verdienen kunnen, wel... Die kunnen makkelijk missen, echt. Zo'n drogreden om dan spelers erbij te halen die hun loon... hebben ingehouden om de club te redden. Ja, hallo, ze verdienen miljoenen per jaar, die kunnen het makkelijk missen, wij niet. Ja, maar als je zo kijkt, dat is gewoon personeel van Feyenoord, meer niet, nee. Maar die hebben ook een riant salaris, rijden met dikke bakken van auto's rijden ze. Ja. En gaan we 10 keer op vakantie naar het buitenland in een jaar en hebben allemaal een lekkere dure villa waar ze in wonen of een dure torenflat. Ja, dat maakt niet uit, maar die hebben geld zat om het te missen. Ja, die kan het makkelijk missen, maar dan gaan ze van de hardwerkende arbeider in Rotterdam of in ieder geval in de regio Rotterdam. Of in, tegenwoordig is het niet alleen dat ze vanuit Rotterdam komen om naar Feyenoord te gaan. Jullie weten het, wij hebben natuurlijk twee Vriezen bij ons op het vak, hè? Ja. Dus Bram en, hoe heet die andere nou? John? Nee, Bram en Johannes. Oh ja, Johannes.
Johannes, volgens mij heette die. Ja, klopt. Ja, Johannes. Nou, die kwam helemaal uit Friesland. En gaan ze aan hardwerkende mensen gaan ze vragen van joh, geef dat geld aan Feyenoord, ja, kom op hé. Als de prestaties nou eens een keertje goed waren, dan zouden we het ook, maar we hebben ook dit seizoen ook niet echt veel wel kunnen genieten. We hebben echt wedstrijden gehad, jullie hebben het gezien in het afgelopen seizoen. Ook vlogs van Feyenoord kunnen zien, dat ik echt zei van op het einde van nou, ik ben blij dat, het, dat we weer naar huis kunnen, want het was weer een drama van hier te Tokio. Nou, dus, alleen sinds Dickie zit, dan is het gaan lopen. Dat is wel goed gegaan, maar natuurlijk in het begin was het natuurlijk waardeloos, echt een waardeloos seizoen gehad in het begin. Dus, maar dat je zo over de rug van je supporters probeert geld af te troffelen. Dat vind ik echt, dat vind ik niet kunnen. Ik heb het ook niet gedaan. Ik heb een bon van €45 genomen op de Feyenoord Fanshop. Ja. En jij ook? Ja. Ik ga dat geld echt niet afstaan. Me komt kunnen ze kussen. Echt niet. Ik krijg ze toch een gedeelte terug, maar... Ja, maar dan heb je er zelf ook nog wat voor. En dat vind ik eigenlijk een betere optie dan zomaar geld doneren. En wie weet waar het terecht komt. Ja, dat weet je ook niet. Het is een bedrijf en je weet het, in een bedrijf zitten ook zakkenvullers. Ja, en wij waren de klanten. Ja, wij waren de klanten. Volgens hoe heet die vent ook weer? Gudde. Volgens Gudde was dat, ja. We waren klanten. Maar geen supporters, maar klanten waren wij. Dus, echt schandalig. Maar in ieder geval, dit was de podcast voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Laat even een berichtje achter als jullie het leuk vonden. Want dan gaan we misschien ook nog eens een keertje nog zo'n leuke podcastje opnemen. Want ik vond het wel heel erg leuk deze avond. Ja. Zo. Nou, inderdaad. Misschien wel vaker. Ja. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ook als jullie het natuurlijk leuk vinden, want voor jullie doen we het. Dus vind je het leuk, zet even een reactie eventjes neer van joh, Marco, helemaal leuk, doe het vaker. Dan weten wij ook wat meer en dan kunnen we misschien later in de toekomst nog kijken voor een vervolg hierop, want het is best wel leuk. Ja. Dat Kevin er dan ook bij is. Kevin die kon nou weer niet. Dus misschien de volgende keer. Misschien de volgende keer dan is Kevin er ook bij. Nou, in ieder geval, dit was in ieder geval de podcast. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik bedank ook typisch Joost, bedank ik. Want mede door hem mogelijk gemaakt dat we vandaag weer even een podcast konden opnemen. Dank jullie allemaal voor het kijken. Abonneer ook even op Typisch Joost. En abonneer gewoon deze video eventjes. Abonneer alle video's van ons. Ja. En als je abonneert, dan als je nog niet geabonneerd bent, moet je even abonneren. Op het knopje abonneren drukken en het belletje indrukken. Dat is heel belangrijk. Want dan word je als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou, Joost, in ieder geval bedankt voor deze gezellige avond. Het was hartstikke gezellig, vond het hartstikke leuk. Ja, het was zeker zo gezellig. Als Kevin de volgende keer bij je is, dan kunnen we misschien een keer een podcast met z'n drie opnemen. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video maar weer hier op mijn kanaal. Ja. De groetjes aan deze kant. Ik ga er vandoor. Doei! Doei! Doei, Joost! Doei!